zo. Ik praat hem nou in. Ongeveer nou een 50 jaar alleen. En die meesten die hier nou opstaan, dat ben verschijnen, ben er niet. Dat het wordt niet weer een lachfilm, maar ik zal zo duidelijk mogelijk vertellen wie er allemaal opstaan. En nou beginnen we met de film. Hier uit het begin, hier ben we op een fabrieksbuurt. Hier rijdt dat al die mensen daar wat bij elkaar kletsen. Het was zo heel gemoedelijk. Hier rijdt de vrouw van Pieter Rutter met een van de kinderen op arm. Er was een tweeling, daar rijdt ze met een bein. En hier komt die aan. Daar hebben we Stuart Kok, vader van Sim Kok. Hier hebben de vrouwen gezellig bij elkaar staan te praten. Het was toch voor een gezellige tijd. Hier hebben Riekes de Jong en Willem Visser en Harry van Lubbert zitten we aan. Hier gaan we de fabrieksbuurten gaan we op. Hier hebben Egbert Poepjes met een vrouw. En daar hebben we Harm Schaap en Marten van Wietse Pieleman. Allemaal een boel Willem, het was film. Daar hebben we de Schoelen van de Lange Lille. Die is er nu natuurlijk al lang niet meer. Daar zit Jan de Weno in. De jassen waren nu dan, want ze kwamen allemaal op een film. Wie hier allemaal, daar is Jan Dijksteren, zie ik zo nog wel. Daar is een van Wietse Pederman. Daar hebben we juffrouw van der Lende, Rudolfs en Jans moeder. Daar hebben we Jan Dijksteren weer. Wie al deze kinderen ben, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen, want daar heb ik misschien verkeerd bij. Hier. Klein en groot. Zie zo is alles in de Veenpolder. Hier hebben we een dochter van Sim Kok. Allemaal de lachen. Hier hebben we een van Nanne de Vries. Een dochter, grote strikken het haar. En daar hebben we juffrouw van der Lende zelf. En hier, ja, wie die mannen die ze allemaal binnen. Hier hebben we nog weer een van Sim Kok. Ik verwacht dat het een Sjoertje is. Allemaal een kouwom, dit is een van Marten en Geert Pieleman. Zie, allemaal ja, dan hier ben ik bij de vrouwenvereniging van de Lange Lille. Daar zit Wip van Mijnen Oosten, Hendrikie van Gradis. Het waren ook allemaal vrouwenvereniging, Geertje van Sim Kok daarachter. De vrouw van Sander Stuurman, Jansje van Hendrik Zilstra en Jansje van Katrien van der Wal. Het was al niet breiden, maar het was ook gezellig teedring. En allemaal waren ze op dat moment een beetje droog. Als ze nog altijd zo droog was, dat weet ik niet. Want gaat nou, ze hebben nou zomaar een paar zakken af. En dan wordt in de tijd, daar rijdt de vrouw van Jan Boezeroe. Dan rijdt Tallig in van Wiegenooi. Daar hebben ze nog weer. En Jant in van Tjoerd Kok. Hier allemaal op een wagen, op een lange lille. En daar hebben we de dochter van Willem de Jong, Klaasje. En daar heeft Willem de Jong zelf, die had ook al willen. Harm Schaap, die bracht in de tijd buitengas rond. En daar hebben we de lange lille fabriek nog, die staat er nog wel, de pup is er niet meer. Alles wordt daar aanbracht per wagen, een enkele auto, of per boot. En dan gaan de vrouwen gewoon naar de fabriek, want die op de fabriek werkte, die hadden daar gratis karnemelk of soep, zeiden wij. Hier ben we bij de melkontvangst. En hier ben we op het laboratorium, wie daar staat, dat durf ik niet te zeggen. En hier wordt alles naar binnen. En hier waren, daar zat Faber, dat was een monsternemer, dat hij in de tijd. En hier hebben we benen schakelen, hier om leven en door aan het scheppen om die fabriek maar warm te holen. Dat ging alles per hand. Hier ben je dan in de machinekamer. En hier ben we weer op het laboratorium. Daar zit Faber weer, de controleur. En hier hebben we de fabrieksarbeiders, alles moest op een film in die tijd, want het was allemaal heel buitengewoon. Dat er een film draait zou worden in de Veenpolder. Hier rij. Rinke de Lange, de Rijp van de Wal, Dirk Poepies, Jaap Schaap, Geert van Jan Jeltis, zitten we dan, Dirk Poepies.
Sander Stuurman, Hendrik de Jong. Het hele stel er allemaal op. Gary Keetlapper, de oude melkboer van vroeger. Wietse Pieleman staat erachter. Schokker, Hendrik, Henkie Zilstra. En daar staat Boma, staat de directeur van de meer. Alles wel op een film. Hier gaan we weer bij het huis van de directeur. Dat staat er nou nog, daar zit Zaken Bakker in. Daar heet de vrouw van Hendrik de Vries, Annette. Met de kleindochter. Daar heet dan de dochter van Hendrik de Vries. Daar heet de vrouw van Jan Boezero. Hier heet Bouwe Keetlapper met zijn zuster. Van Hendrik, ouder van de Rutter was dat. Ook hier van F. van der Waal, Hiltje van Wolterschap. Alles om willen. Het was mooi weer, die dagen het weiden we wat hadden. Toen we opnemen. En nu gaan we de lange lille uit. Hier heet de pleizer van Pier Tjade zat er toe. Daar zit nu Jeep Heide. En daar hebben we die boerderij over het jonger, dat nou een jachtwerm geworden is van de Duitse onderneming. Staat er over het jonger. Daar stond Lucas Pen in en hier ben we zowat bij Schoter Sierheid de peren van de jongens van Hasti, van Romke en van Pieter. Die lopen daar en daar in de veerde, daar zie je de grote wind met daar af. Die is er nou ook niet meer. Hier hebben we de pleizen, die staat er nou ook niet meer. Dat was van de Hasti's. En hier ben we op een nieuwe weg bij Vleer, hier in Roele Vleer, die is kwaad opgestiegeld. Dat gebeurde vroeger allemaal met de zenden. De meeste boeren weten nog niet meer hoe de zenden hanteren moeten. En nu ben we bij het café van Klaas Kaper in Spanga. Hier is de vrouw van Wubben Loek Aukje, met een van de meisjes. En daar komen de jongen aan, want daar ben ze van de film. De bijwezen. Hier hebben we Wubben Loek zelf. En dan gaan we de stuwers aan het weg op. Dat was toen, dat waren ze toen we dan gaan bij het winkeltje van Dirk Poepies. En hier regeerde Pieleman met de vrouw. Dat was toen daar een klein boerdien. En hier gaan we naar het lokaal van de Vrije Gemeente, hier in Wietse Pieleman. En daar hebben we hier ook in, daar hebben we de wegwerker. Lodewijk? Nee, ik geloof het niet. Ja. En hier hebben we de schoenen van de trainer, die was er ook nog. En allemaal in de weer voor de film. Zie je dit weer een beetje anders dan de lange lille. Hier hebben we een dochter van Biel, van Jochem Biel. Dit meisje, dat ken ik niet. Nog maar een keer weer. Gerald de Vries. En een meisje van de Rutter. Nou, daar heet Dirk, een van Dirk Poepies. Hier hebben we zeunen van Wallen, Poepies. En daar hebben we de zoon van Wubben Loek met de Pony, die Anton Pony. Karre, ook nog eenmaal op een film. Daar hebben we Wallenpoepies, ook een lekkere puppenroker. En dan hebben we Geert Skippers, Sipkin. En daar komt Geert van der Wallen met de groentekarre, dat ging in die tijd nou met Peert en Wijken. En we nou de groenten uit de supermarkt wil halen. En dan komt de vrouw van Frederik de Lange, ja. En Walle Poepie zat pad nog helemaal knap, die zit dus in de bekken. En hier hebben we Jansje van Hendrik Nijmeijer. Daar komt Frederik in aan. En Appe Visser.
En hier ben we bij Mijnen van der Weg. Met zijn kleindochter. Die vindt er niet zoveel aan kunnen zien. Dan zijn we Mijnen van der Weg zelf. En hier hebben we de vrouw van... van Poepjes, nee, van de Weg. Hier hebben we Hendrik Nijmeijer bij Sipke van der Veen. De Vries. En daar hebben we Joop Poepjes. Die krijgt ook post. En Wiegerdin. Dirk Pijn. Dat was de kolenboer in die tijd. Jan Pijn was het, ja. Die willen niet overvullen. Dit kleine venting ken ik ook niet. En hier kunnen we zuster van de zee. Met zuster Landstra was dat, ja. En hier die hebben we de vrouw van de Rudder. En dan hebben we Jouke Kupers en Bogin. Die staat rustig te weer komen. Maar je kunt wel zien dat het wel lekker is. En hier ben we bij Van Santen. Dan ben we zo wat bij de Altriense Brogge. Daar is Luther Van Santen. En daar hebben we de Brogge. Die worden toen met de haan bediend. Daar hebben we Van der Veen, vrouw Van der Veen met de dochters. En hier hebben we Benny Donker. Die helpt hem, want dat moest toen met de haan zien waren. Dat doen we dan aan de Nije Broggebouw. Hier hebben we dochter van der Veen. En zijn zoon moest toen in die Titi Brogge afdraaid worden. Want het moest allemaal met de haan gebeuren. Hier gaat hij helemaal fout, gezicht zo op helemaal fout. Daar heeft die grote wind met daar nog. Dit is een van die mening van die bruggenbouwers, die man die ken ik niet. En daar is Sipke van der Veen. En ook ben we niet in de Munnekebuurt, bij Harmskra, die had er een winkel. Die staat vlak naast de Christusschool. Zie hier hij het al. Het was die draag droog in alle winkels hoor. Ze konden erop geven voor 5 gulden en voor 10 gulden. Dan worden er weer wat langer film van gemaakt. Allemaal moorden. Nou, en daar is de vrouw van Armska op het treintje. En die verkoopt de buurvrouw een jurk of een stijl ervan. Want die moet de buurvrouw in de winkel hebben, want daar hadden geen volk. Maar daar heeft Baarten Zilster met Harmskra. En die moest opvallen die daar een pak hem. Zie, dit is er af en tien in, want het is wat langere aan, dus dat keek ik gewoon even in de winkel. Hier ben we bij de brandweer. Die stond nou nog door Jan Hunnema. Zit. Er kwam de oude auto aan. Alles ging die dag op een film wat in de Veenpolder te doen was. Daar wordt het zaak in uitgelegd. Wat de brand is, dat weet ik niet, maar... Dat is Jaap de Weert, die zet hem eraan. En Femme de Weert zie ik wel. Toen hadden ze die tijd ook al een flinke stralen. Dat moest allemaal gezien laten worden natuurlijk. Eb de Boer. Hier heb je Eb de Boer weer. En hier heb je visser Jan van Berendouken. Moet je kijken, daar was de brand. Hier hebben we plezier van de Burg. Hier hebben we de hele brand weer. Daar heb je Luid Visser, Jan Skippers, Geert Skakker,
IJzer van der Vecht. Hendrik van Loen. En de Rij Lodkef is er nog. Meijnder Doorstraf. En hier ben we over schoolen in Munnekebuurn. Daar rij achter het huis van Jan Sienari. Dat was een manufactuurzaak. Dit is met een touw ging springen. En daar rij achter hij de oude woningbouw nog. Daar staan nou de bejaardenhuizen. Jong deden allemaal het best, want het was allemaal mooi lieken voor de film. Die grote daar is Antje de Weert. En ook weer die hele woningbouw zien, wat die vroeger was. Allemaal grote strekken in het haar. Zie, dat kon ze ook, Simon, nog wel eens even gek doen vanzelf. Zie, dat kon ze dit ook. Daar hebben ze nou wel aan. En dan komt meester die doet ook met. Dan gaan ze allemaal goed hoger staan, want meester is natuurlijk ook groter. Ziet ging ze allemaal weg gemoedelijk, want hij had twee honden en nog op schoolplein. Moest hij nou eens omkomen. Maar dat wordt een hele klem. Maar hij redde het wel, want in die film kon alles. Hier hebben we Harry Bakker, van Lolke Bakker. Hier hebben we Kijn Benijold, van Wie Benijold. Daar hebben we Pieter Haan. En hier kijken we zo over kerken van Munnekebuurn aan. Hier hebben we Jouk Jibben, Jouk Broers. Filmman die vindt dat heel mooi om zo'n mening erop te zetten. Hier hebben we vrouwenvereniging en ik verwacht van Scherpenzeel. Want daar hebben we vrouw Veenhouwer. Vrouw Skeentra, vrouw Van Loen. Grietje Posma. Ik verwacht dat dit een plattelandvrouw ben. Jansje van Harmschaap. Daar in het plattelandskoord is er nog van. Hier hebben we de vrouw van de timmerman, Bos. De vrouw van Simon van der Lende. De vrouw van Koopmaas. Henny de Hoop daar in de hoeken. Jansje van Katrinus van der Wal. En de vrouw van Ofstee. En hier zit de vrouw van Alice Koopman aan de piano. Het is wel de plattelandvrouw. Hier hebben we Henny Benedictus, Bergsma dan. Daar hebben we de vrouw van Bernd de Weert. En nu verwacht ik dat we niet meer. Hier de vrouw van Posma, Zwaantje van Bernd Posma. Vrouw van Lolke Bakker. En vrouw De Haan, Aaltje van Jaap De Haan. Dit is Aaltje van Jaap De Haan, dan kun je het wat duidelijker zien. En alles hadden we willen kunnen zien hoe best zijn ze die daar gaan allemaal. En hier rijden de kunststukken die ze maken. En dan zie ik in het jaar Bessar. Dat
hadden dat verkocht. Hier hebben we Piet van Roelen de Boer. Maar nu heb ik al verschillende mensen opgenomen, maar de meesten zijn er niet meer die hier allemaal op staan. Hier is wel de plattelandsvrouw, dat er bij Skaap en daar hond een volksdans. Zie dat hij de Henny Benedictus weer, op Bergsma dan. Gritsje Posma. En daar hebben we Hendrik Wiegers. Daar hebben we weer. Jan de Winkel. En hier hebben we hem uit de Kunder met de Grundekarren. Daar hebben we Jan Boezero, de melkboer. In die tijd, dan ben ik bij Hendrik Oosterhof verhuis. Dan komt vaker de boeren met de pannen en per flessen ook even wat ophalen. Hier hebben we de bank, dat is nou de bank, dat was toen een bakkerij. Hier is de coöperatieve leenbank. Toevallig mochten die kinderen alle dagen, die dag kreeg toevallig de spuipalten inleveren. Dat was bij zeker te zoer. Daar is een van de zeunen, daar is zeker de Soer, die was door bankdirecteur. Daar hebben we zeker zelf. Allemaal bijschrijven, kreeg extra rente die dag. Jaapie van der Wal. Het waren de tieten allemaal de centen en stuivers. En dan komt Klaasje van Sikke aan, met Wieger, de vrouw van Sikke. En hier ben we bij het gereformeerde kerk in Munnekeburen, dat staat er nou niet meer. Daar is juffer Ropietje. Dan ben we bij de gereformeerde vrouwenvereniging, waar waren die tieten allemaal vrouwenvereniging. Jansje van Joop de Lange. Marie van Flippers-Hoekstra, Lisbeth van Aba Hostra, die is nu 102 jaar, die is er nog wel, en daarom de vrouw van Wubbe Hoekstra. Dat is vrouw Wiersma van het pad, daar hij Tjitske van Siebel Kerkstra. En daar is Jantien van Vijken zitten we dan. Dikke Jantien met de Pieter Rudy Venter die altijd. En hier ben we bij Roelof Koopmans. Dat is Roelof Koopmans die fietsmakerijen. Die is er nog niet meer. Daar zit nog Jan Bronvlak naast. Nou, ziet wel. Daar gaat de secretaris van de muziekvereniging, die gaat daar rennen. Wietse Pieleman. En die moet correct toevallig die dag een fiets komen. Hij wordt groet nauwkeurig bekeken. En daar is Jan Bronde, wat de penningmeester van de muziekvereniging. Die zal hem wat te klein wezen, denk ik mee. Daar heeft de vrouw van Roelof Koopmans. Siep. En daar rijdt de baas zelf, toen waren de bromfietsen. En hier ben we bij Hendrik, bij Albert, de Rutter. Die had een winkel, een kruidenierswinkel, en het was een krekdruk toevallig in die dag. Hij was ook muzikant dat. Daar rijdt in Zeune en daar rijdt Albert zelf. Zie je het ook wat beter, dat mocht allemaal vroeger.
Het ging er allemaal gezellig toe. Mooi zie je zo'n stroom. Volk als daar in die winkel weer komt. En daar komt hij zelf aan. De zoon riet voor op een brommer. En zo bracht de broeder de boskopen rond. Dit is Albert. Grote korf voor op een fiets. En daar heb je een datten. En daar hij de boer. En daar hij Berendje van Wiege de Rutter. Daar hij een dochter van Anders de Jong, ja. De vrouw van Koning. Deze kleine man, die ken ik niet. Daar hij Kooi. Die moet de Tutti nog even hebben. Daar hij Ezen van de Vecht, dat was de Smit. En daar hij Kerstlandman met een vrouw op bad inzetten. En daar hij Harm Bron. Dat was in de tijd zo'n beetje, die begon hij als te turneren. En daar heb je Arne Doma met de vrouw. Oostraf met zijn schoondochter. Hendrik Oostraf. En daar hebben we Jansie van Adamskaap staan. Hier heb je de brandweer, dat was toen centraal, dat staat er ook niet meer. En hier ben we weer bij een vrouwenvereniging. En dat zal de vrouwenvereniging van Skerp misschien wel weten, denk ik. Ja. Dat is de vrouw van Scherpenzeel. Daar het Tjeertje, Olde Tjeertje zitten we dan. Die zit daar in de midden. Die zit daar waar nou Hoogkamp zit. Maar zie vroeger gebeurde nog wat, moet je zien zo droog als allemaal er binnen. Hier hebben we de vrouw van der Lende nog. Die zit daar weer. Daar hebben we de vrouw van Doma. En hier hij Klaasje van Heine. En hier hij de kerken van Scherpenzeel. Hij stond toen scheven, is daar nog nog scheven. En hier ben we weer bij een vrouwenvereniging, die was van Emania, de Jeltje van Klaas. En hier voor op Beendakker zitten we dan. En de vrouw van mijn Zilstra, Bert Erkens. Er is Jeltje weer een Wiegedien. Van jouw koekjes. Witske van Tjeerd Hoekstra. De oude vrouw Beenakker. En daar heeft Bert dan weer. En daar zit Frederik in naast. En daar zit vrouw Witsma zit daar in die hoek. En daar heeft Aukje van de Wal. En Heltje van Geert Langes. En daar heeft de vrouw van Albert Posma. Ze waren allemaal goed gemust die dag, dat zien we. Wietske van Tjeerd, weer. Hij was een van de vrouwen van de fabrieksdirecteur. En hier. Gaan we weer een andere vrouwenvereniging, want dan ben we niet bij de vrouwenvereniging van Munnekeburen. Daar heet de vrouw van Douwe van der Wal. Daar heet de vrouw van Albert Hoekstra.
Daar reed de vrouw van Beer de Weert. Jansje van Ai. Daar de vrouw van Fik de Weert. Zwaantje van Kemper. Jansje Bakker. En nu ben ik bij Willem van der Wal en daar heeft Frits. Dat, nou, dat weet iedereen wel, dat bekende tuurpeer, dat is zoveel met wanneer net. En daar is Ida. Hij had er toen twee bonten. Maar Ida had het nooit zo bijzaan als Frits. Zie, hij laat hem zo even los en hij zet hem in de holding en dan bleef hij staan. En dan had hij apporteerde ook, daar had hij de bus ook op. En die bracht hem bij de Nobelen op een mennig, daar Joost de Rutter woonde. En dat is een oude Fries. Zie, moet je zien hoe mooi zij. Dat trainde hij altijd op die mennig. Het was een gewoon grunte karapeer dat ik tegenkwam en dat ik kocht had. En zo leert het tuin. Hier ben we nog in Munnekeburen. Oh, dat is de vrouw van Johannes Zilter nog. Die wil niet op een foto of op een film. Die moest eerst nader de jurk aan hem. Hier zijn allemaal kinderen. Daar heb ik wel aan dat ik die allemaal kennen. Daar heb je tallen in Doem. Dan kun je wel weer de christelijke school weten. Ja, daar heb je Klaasje van Pieter Smit. Die had ik ook niet. Daar heet de dochter van Hendrik de Rutter. En deze doen ook weer hij zien over. Die goed, kunt ze goed niet aan de vorige school kunnen. Daar heet een zoon van zeker zo ziek wel. Golf de Vries. Die dat wist ik niet. Daar hij van Dijk. Frans van Dijk. Ja. Daar hij Marie van Wietse, zien we nog, van Wietse Gadder. Marten van Geert Willemman. Wiegert in van Geert Schippers. Janke van Bouwe Keetlaber. Wouwe Keetlaber zelf. Die was aan het parton zeker. En hier ben we bij de winkel van Arwes Kraag. Nee, van Loen. Hola, ja zie. Daar komt Hendrik van Loen zelf aan. Die zit nu in Canada of al lange. Australië zit hij, ja. Canada is niet zo. We gaan het nemen op dingen schieten wat de benzine toe kostte. Ik zie die niet zo. Daar rijdt de motorclub. Die was er in de tijd ook. Daar rijdt Pier Sitsma. Met Hendrik van Loen. En daar komt Sibel Bloemhof komt eraan. Sieben. Daar ben we binnen in de zaak. Femme de Weert was toen nog monteur.
En dat is Jaap de Weert. Die zal even fiets proberen. Daar is vrouw van Loen. De dochter van Koning. Daar is Appen van Eb de Boer. Niet te vingers in de mond die dag. Daar is Ukje van Jaap de Weert. Met de zonen. Daar is Jaap weer. En daar is Berend Auken. Met de vrouw van Jan Oosten. En hier kijken we achteruit op pad. Die boerderijen staat er nou, maar nu is de hele kracht en de ribben ben er allemaal bij komen. Hier hebben we de vrouw van Jannes van der Wal. Met de vader en moeder en de dochter. En die wat een groene buurt, dat is Dirk Poepjes en Jeltje. En hier ben we bij Jaap Oosterhof, de Rijlukie. Hier hebben we de keetlapper. En daar heb je Riesje Beltstra. Die was de postdirecteur. Jan is van Wolter de Rutter. Die woonde daar te vlakbij. En hier hebben we aan de post zitten we dan. En daar hebben we Rievenwits en Jantin. Daar komt hij de Hastie ook aan. Klaas zegt, op een film heen, is het hola. Niet geschikt. Hier ben we bij de Koen van, ik geloof van Jan Oosten. Hier ben we weer in Munnekebuur, dat kleine huisje, daar staat er nog. Daar zit keetlapper in. Daar heet de vrouw van Jan Bloemhof, schilderbedrijf. Daar is Jan Hoekstra en Sieben Nostra. En daar hebben we de vrouw van Lolke Bakker. En hier ben we op het veld van Wiebe van Kijpen, daar kijk je daar zo op pad. Alles museum op een film, dat kun je zien. Daar hebben we de Weert met de vrouw. Hier hebben we de boer, die was toen in de Tiete Winkelier. Die bracht er alles rond in met de korf. Daar hebben we de zonen van Alex Kaap. En hier in Jantje van Wieger en Aaltje. Daar hadden toen een klompenwinkel in. Daar is Jan Smit en Geert Kokker. En drie skeetlapper voor de smederijen. En daar hadden Harm Schaap toen de winkel in elektrisch en gas. Zie, hier hebben we Harm Schaap. Toen was alles nog met gas. Moet je zien hoeveel gas er is staan uit. Ze waren ook allemaal heel droog die dag. Dat kunnen we zien. Hier hebben we Grietje Posma en Zwaantje van Berend Posma. En de vrouw van Lau Keetlapper. Hier hebben we bij de pleizen van Wiebe van Kijpen. Dat is dan Geertje. Hier hebben we weer een Munnekebuur, daar heet de woningbouw nog. En daar heet mijn vrouw, met een dochter. En daar heet de vrouw van Posma. En daar heet van Fijke Hoster, de vrouw. Nou, daar heet Antje van Sibel de Boer weer, net zijn hele andere jurk aan, die vleugt zo krijg voort. Anne van Kees Mink, vrouw van Kees Mink. Hier ben we voor het huis van Kuiper Nijholt. Die had hem sneden kunnen zien. Daar is de vrouw van Fik de Weert, geloof ik zo, ja. En daar is de vrouw van Jannes de Heij. Haartje Veenstra. Rieke Koning.
dikke Kees de Vries. Toen we erachter de werkverschaffing in de 80 had. Hier ben ik bij Hunema, Lonk Hunema. En daar heeft Marcus Kuipers en de vrouw. En daar heeft Jan Jalving en de vrouw. Met onder Dubbelt. Een schaap van Klaas van Bouwer. Hier hebben we de tweeling. Die zit nu op een lange ledder die eraan komt lopen. In de Olde Batterfabriek. Hier hebben we bij Wim de Lange. Die zat waar Kempenijholt nou zit. Hier heeft Jepke Sietsma, die had Krek Hui op. En dan hebben we bij Dirk Zielsen met de klomp in. Dat is de Olijfse Brog gedaan. Toen waren de plezierjachten nog niet zo groot als nu, kunnen we zien. Daar is Dirk zelf. Hij was toen correct van het rijden, was hij over. Het ging altijd met de hand. En toen was hij pas elektrisch geworden. En daar hebben we de man die de film maakte. En het was die dag, wat een zo geweldige nat. Dat ben we op het land van Veurt Berend de Weert. Moet je zien, zo nat als de wandel Geert Schaap, het stond gewoon blank. Want het waren volleyballers. Er de directeur nog achter staan, Rehendrik Zielstra. Die wilden allemaal hun keus vertonen, alle verenigingen die in de toekomst kwamen met. Het was net, er was allemaal één. Dat is gratis visser. Daar is Jan Poepjes. Daar is de directeur daar van de waterfabriek even op een foto allemaal. Het was niet zo'n grote koppel. Geert Schaap, Pier Zietsma. Alles schaap, de bakker, gratis visser. En daar waren we binnen, dat was toen nog een café onder de lin van Femme de Weert. Daar staat Femme, daar staat Tieten van Sieve Boelsma, Beer Dotten. Daar hebben we vrouw de Weert, Ansje. Van Berend de Weert, Femme zijn moeder. En daar hebben we het gezelschap zitten van de vereniging. Jan Hoekster en Arden Baron en Geert Pieleman. Hier hebben we de skaakclub van de Lange Lille. Daar zit Sjoerd Kok nog voor aan. En Faber, de gratis visser. Aleskaap, Mijne Oosten. Daar hebben we een voetbalvereniging. De Westhoek. Die hebben Visser, de keeper. Ziet Tassen eerst even. Dan moet je zien wat voor weder dat er toen op dat laatst stond. Het weder scheurt gewoon vooruit. Het lijkt meer op weiderpolo dan op voetbal. Daar hadden we wel aan, dan kunnen we zien hoe slecht het de lucht was. Nou, dan hebben ze toch een doelpunt. Of die hebben het hem nog gekregen, ja. Je hebt hem nog. Daar heb je Geert W. Harmwever. Hier heb je de hele voetbalploeg.
gozer. Ja. En daar Jan Bos. En ja, er zitten zoveel van die man daar hij Tjebe Visser. Daar heet de vrouw van haar Bever. Nou gaan we naar de gymnastiek, Sparta Jeger. Die leunt er ook allemaal die dag van de beste kant te zien. Dat was de trainer. Het is een oudere vrouw in me weer, denk ik. Ja, daar heet de vrouw van Hendrik de Jong. Ik zie wel dat ze nog wat vlugger waren er in de Veenpolder. Moet ik niet harder wijden? Maar toen was er een hele koppel. Wat er allemaal bij was. Als je nou die verenigingsweer kijkt, kon hij een kleinere. Wat allemaal er fort is. Ze laten er allemaal van de beste gaan te zien. Zie je, nou staan ze niet goed op de wind. Dit is voor de school in Munnekeburen. Dat nou de jongens van Silster en Garage. Dat is allemaal fort. Ja, dat ben die vrouw. Nou, dit ben de olden, want daar zie ik de vrouw van Loenen, zag ik er ook bij. Heeltje Skeenstra. De vrouw van Jan Oosten, die tweede, denk ik. Ze waren allemaal droog in de weer. En hier bij ons ben, was Jan daar ook nog een pingpong. Rian Smit. Dat waren dan binnen in de zaal dan, daar had Janus van Radis. Strapel. Daar had Dirk de Boer. Daar had Douwe van de Wal. Jan nee was. Daar is Frederik Smit. Maar ze waren bij velden, kunnen we zien. Daar was hier Geert Schaap. Die luisterde de boel arms op met accordeon. En hier ben we bij Butten, bij Aartje van Lambert de Vries. En daar heb je ook Jebben weer. En daar hebben we de vrouw van Wiegebos, Janke. Met Keertje van Lambert de Vries. Een dochter van Jan Boezeroe. Met de vrouw van Jaap Boezeroe, Aukje. Hier hebben we de vrouw van Mijnen van de Veen.
Albert Ikema's zaak er op achtergrond. Tjitske van Mijnen. De vrouw van Ferre Schippers. Hansie de Boer. En daar hebben we de muziekvereniging dat van uitging. Het vader van Nijetrine en van Munnekeburen. Klaas Jaasma als dirigent. Moet je zien hoe kappel als er was. Dan komt Jan Hoekstra met zijn baas. Daar is Geert Wever. En hier komt de gymnastiekvereniging met vader. Moet je zien hoe kappel als dat toen was. Dat was een hele flirt voor de gymnastiekvereniging. Dan komt de voetbalvereniging aan. Jimmy Visser nog een keer, Harm Wever loopt met Jadien. Dan hebben we de accordeonvereniging. De mandolineclub, daar loopt Henny van Benedictus ziek aan. En daar loopt een visser achteraan, daar houden we de motorclub. Moet je zien hoeveel motors er in die tijd waren. Er is hier wel Kerkster op een motor, Harm Skakker. Nou, dat ben je ongeveer op het einde. Het alle volk, alles was in de bien, dat zie je hem wel. Alle schaap daar nog. Alles achter de dooptocht aan. Zeker van Siebel Kerkstra. Dochter van Hendrik Staatsbedenk. Vrouw Veenhouwer. Geertje van Simon Kok. Abe Hostra. Siebenhastra, vrouw van de dochter van Grote Popke. Hendrik Braasma weer met Van der Veen van der Lendiek. Jan de Skeetlabber. En daar speelde muziek nog een stok in. Dan hebben we Klaas Jaasma, de dirigent. Jaap Huisman, Wieger Skra, trombone, Harm Schaap, bariton, Jannes van der Wal Alt, Dirk van Pieter Tuba, Lucas Hoekstra, ijsbaas, Jelle Heide Bugel, Arden Brond, saxofoon, Pater Siltra, piston, IJzer Wind, piston, Harm Skra, bariton. Andries Hoekstra, tuba. Albert Hingers, alt. Albert Slachter, tuba. Geert van Wietse, bariton. Hartje van Wieges Skra, alt. De kleine Kooistra, piston. Nog een Kooistra, Bugel, Kerstwind Bugel. Jalle Jaasma Piston, Jan Hoekstra Baas. Was met een solo aan de gang kunnen zien. Ik geloof dat het avond nog droger was. Want geweldig veel water hadden.